Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odido. Feest bij de spelers, de staf en de supporters van FC Utrecht. En dat was afgelopen zaterdag niet zomaar. Na 4 puntloze duels was daar dan eindelijk die eerste overwinning van het seizoen. Leuk dat je kijkt naar FC Utrecht TV, jouw wekelijkse portie over de club, naast de wedstrijden natuurlijk. Na genieten van de wedstrijd op bezoek bij Heracles Almelo gaan we uiteraard doen, even als toeleven naar NEC uit. We hebben ook de hoogtepunten van de wedstrijd van de FC Utrecht onder de 18. Maar we gaan vooral bijpraten met de voormalig voetballer van onder meer Swansea City, ADO Den Haag, Borussia Dortmund en ook Ajax. Toch is er geen club waar hij zoveel voor speelde, zoveel doelpunten voor scoorde en assist afleverde als FC Utrecht. Cedric van der Gun, hartstikke leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Ja? Ja hoor, gaat hartstikke goed. Wat doe je nu zoal in het dagelijks leven? Nou, ik ben in het weekend vooral met Viaplay bezig, waar ik analist ben voor de Premier League. Op die manier ben ik toch nog een beetje met voetbal bezig. En voor de rest, ik heb 3 kinderen, vooral heel veel met kids bezig. Ja. Ook daar een dubbele baan dus eigenlijk? Ja, zo is het. Ja, dat werk als analist. Zou je dat ook niet een keer willen doen in de Nederlandse competitie? Nu veel al vanuit de studio natuurlijk. Nou, dat maakt mij op zich niet zoveel uit. Nee, ik vind het heel leuk om over voetbal te praten. Ik moet wel zeggen dat ik de Premier League echt onwijs gaaf vind om te doen. Maar de Nederlandse competitie is natuurlijk ook leuk. En ik heb toevallig laatst wel een keer Europees een wedstrijdje gedaan. Maar op zich maakt me dat niet zo heel veel uit. Nee, hoeveel volg je FC Utrecht nog? Nou, wel redelijk. Nee, kijk, ik ben natuurlijk automatisch nu iets meer op de Premier League gericht. Maar ik probeer natuurlijk het Nederlandse voetbal echt wel te volgen. En ja, dan, zoals je ook bij de intro zegt, doe je hier lang gespeeld. Dus dan kijk je altijd wel met een schuin oog naar FC Utrecht. Ja. Over Stadion Galgenwaard gesproken, hoe vaak ben je hier nog te vinden? Ja, zelden. Ik ben in de afgelopen 10 jaar hier wel een aantal keren geweest, maar veel te weinig. En de afgelopen jaren niet. Natuurlijk ook een coronaperiode ertussen gehad. Maar veel te weinig, dus ik vond het wel leuk om ook, er zijn een hoop dingetjes hier toch wel weer anders. Maar ook wel weer een paar bekende gezichten en dat is dan ook wel weer leuk. Ja, bekende gezichten. Joost Broers onder andere tegengekomen net op kantoor. Met hoeveel van die gasten heb je nog contact? Nou, alleen dus als we elkaar tegenkomen. Dat is ook een beetje de voetbalwereld. Ik woon in Den Haag. Veel van deze jongens die wonen hier in ieder geval rondom Utrecht. Dus je komt elkaar altijd wel weer tegen, overal en nergens. Dus dat is heel leuk. Maar voor de rest niet zo. We praten zo met jou verder, maar gaan even terug naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag. FC Utrecht dat op bezoek ging bij Heracles Almelo. Een duel dat voor veel mensen toch een beetje werd betiteld als een nieuwe start. Met bijvoorbeeld de komst van Royans en ook zeker de tussenkomende interlandperiode. Utrecht met Van der Maro en Flamingo in het centrum. Fraulo op het middenveld en Bouzaïd en Romani op de vleugels. Zeuntjes, en dit is een vrije kans en de score geopend door Ole Romani. Dan zie ik eerst het buitenkantje van de voet in het shirt van FC Utrecht. Ja, in het shirt van FC Utrecht wel, ja, denk ik. Ja. Dus laten we er maar meer volgen. Bam, op de lat. Jensen draaien, schieten en binnenkantje paal. Deze wedstrijd aardig wat expected goals hebben gehad en doelpogingen. En ja, dat, hoe meer doelpogingen, hoe meer kans op goals. Fraulo helemaal vrij van dichtbij en Jensen kopt hem binnen. Het is 2-0. Kisi komt er langs en kan het dan af gaan maken. Ook en doet dat. Dat was even een break. Toen zei de trainer ook, luister, we gaan gewoon 1-op-1 spelen. We blijven druk zetten vooruit. En dan gaan wij die 3-1 maken. Het was wel mooi dat het daarna ook gebeurde. Novoa. Oh, eigen doelpunt. Can we call it assist of you? Yes, for sure. I think... It was an own goal. Yeah, it was an own goal, but maybe in the scoring points I'm not there. But for me and for the team, I think I'm there. En wint FC Utrecht. Volgende week wacht NEC uit. Eens kijken hoe het daar weer gaat. Want ja, dit biedt wel perspectief, moet ik zeggen. Een heerlijke overwinning op bezoek bij Heracles Almelo. En dus ook gelijk de eerste 3-punter van het seizoen. Trainer Ron Jans, die door sommige mensen ook wel een beetje werd betiteld als wonderdokter. Maar is dat iets te enthousiast misschien, hè? Nou, ik begrijp na 4 nederlagen dat je gelukkig, hè, dat je heel enthousiast wordt als Utrecht supporter met deze 3 punten. Maar ik heb een deel van de wedstrijd gezien, niet alles. En ze waren natuurlijk wel beter dan Heracles. Maar het is ook niet zo dat je gelijk denkt, nou, de play-offs zijn veilig, om het zo te zeggen. Zo ver gaat het nog niet. Dat zou ik iets te voorbarig vinden. Maar goed, ik denk wel dat zijn aanwezigheid wel iets heeft gedaan met de groep. Je hebt natuurlijk ook geregeld tegen Ron Jans gespeeld, hè? Ja. Wat kenmerkt zijn manier van coachen en zijn spelopvatting, denk jij? Want de trainer heeft toch wel een eigen identiteit. Ja, goed. En hoe dat in verhouding staat tot het voetbal, hè, dat wisselt volgens mij bij hem ook wel een klein beetje. Kijk, wat ik heel goed vind, is kijken naar je groep. Hè, waar liggen de kwaliteiten? En
ja, wat is het maximale wat je er op dat moment kan uithalen. Maar ik denk vooral wat hij heeft is natuurlijk die positieve energie die hij uitstraalt. En wel ook een stukje duidelijkheid die kan verschaffen. Dat is natuurlijk een trainer met ervaring. Dus als er zo iemand voor de groep staat, dan kan ik me voorstellen dat wel positief werkt. Dat dit niet alleen bij een schokeffect blijft. Ik ga ervan uit dat ze de komende tijd wel een stuk beter zullen presteren dan de eerste vier wedstrijden. Ja, je hebt zelf in de twee periodes bij FC Utrecht 114 duels gespeeld, 28 goals gemaakt en 10 maal een assist verzorgd. Wat is nou het mooiste moment wat je is bijgebleven? Ik denk dat het behalen van Europees voetbal. Dat was denk ik 12-13 was dat. Omdat ik vond dat gewoon een mooi seizoen waarin we goed speelden. Volgens mij iets meer dan 60 punten haalden. Ja, vooral de vreugde van de spelers, van de hele club, van de fans. Bij het behalen van Europees voetbal. Dat was wel een mooi moment. In totaal 5,5 jaar heb je bij de club gespeeld. Waarom was dat toch zo'n goede match? Anders kon hij niet tot deze duur natuurlijk. Je bedoelt dat mijn periode bij Utrecht? Ja, dat weet ik ook niet. Dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Ik moet wel zeggen, in mijn hele carrière, je hebt het altijd wel bij de ene club en zeker met een team bij de ene meer naar je zin dan bij de andere club. En ik heb me hier gewoon altijd heel goed gevoeld. Ik heb het denk ik ook gewoon over het algemeen in die seizoenen altijd een leuk team gehad. Dus wat dat betreft het ook heel erg goed naar mijn zin gehad. Dat is wel belangrijk, hè, dat je daarin goed voelt. En eigenlijk altijd wel met heel veel plezier hier gespeeld. Als je het hebt over één speler die er voor jou bovenuit sprong, waarvan je denkt, daar heb ik erg van genoten om mee samen te spelen bij de FC. Welke speler is dat? Ja, dat zijn er denk ik heel veel. Ik vond het heel fijn om met Fortuné te spelen. Dat vond ik echt een onwijs goede voetballer. Die heeft uiteindelijk ook nog heel even, denk ik, na zijn periode in Frankrijk Premier League gespeeld. Maar dat vond ik een hele goede speler. Maar nu zal ik echt wel een hoop spelers vergeten. Want ik heb eigenlijk met heel veel voetballers hier wel fijn samengespeeld. Het is tijd voor jeugdvoetbal. FC Utrecht onder de 18. Die verloren onlangs natuurlijk vrij dik met 4-0 van de leeftijdsgenoten van AZ. Afgelopen zaterdag tijd voor nieuwe ronde, nieuwe kansen tegen de leeftijdsgenoten van PSV. Maar het begin is slecht voor de mannen van Freddy Vierkwal al na 7 minuten. De 0-1 door Javon Simons. Mees Epping heeft het nakijken. En FC Utrecht onder 18 op achterstand. Een paar minuten later geknoei in de defensie bij PSV. Den Bochende profiteert en de goal van de man die de bal veroverde, Kelechi Deklu. 1-1 na 11 minuten. Eerste doelpunt van het seizoen voor FC Utrecht onder 18. Waaier dan namens PSV leidt tot een kans van Jager. Dan mag FC Utrecht niet mopperen. Glijpartij dan achterin bij PSV. Kans voor Den Bochende en die strandt op doelman Jansen. De glijpartij was van Samuel Gomez van Hogen. 10 minuten voor rust, de kopbal van PSV, Sami Bouhoudane. En daar komt FC Utrecht dan weer goed weg in een open eerste helft. Met een ruststand van 1-1 en over goed wegkomen gesproken. Vlak na rust, schietent. Met 3 pogingen. De eerste, deze, eindigde op de paal. De kopbal was van Sven van der Plas. En PSV blijft dreigend. Bouhoudane vergeet zijn voet tegen de voorzet van Waaier aan te zetten. En in de 90ste minuut ook nog een vrije trap voor de Eindhovenaar. Robin van Duiven treft de paal. Eindstand 1-1. En dan kan je zeggen dat FC Utrecht goed wegkomt. Ik denk, gezien de tweede helft misschien wel. Maar de eerste helft hebben wij ook 3 echte 100% kansen gehad die eigenlijk gewoon gescoord moeten worden. Maar goed, ja, qua overwicht ja, was PSV beter. We veroveren de bal op het middenveld. In spits werkt goed, legt hem dan terug op mij en ik schiet hem in de korte hoek in. Wat voor soort nummer 10 ben jij? Ja, ik denk fysieke nummer 10. Die vooral veel de diepte opzoekt. En als de bal dan de 5 meter penalty stip blijft hangen, dan ben ik er wel. Ja, het is een technische jongen. Kan een aardig een bal vasthouden, kan goed verleggen. En dus in dat opzicht denk ik dat het een prima 10 is. En hij heeft ook creativiteit vooruit en dat mag hij meer laten zien. Hij is nu de topscorer van je team. Ja, gelukkig. Dan zijn we al van de hatelijke 0 af.
Een gelijkspel voor de mannen van Verdi Vierklauw. 1-1 werd het dus op sportcomplex Zoudenboog. Jongens die stuk voor stuk hun doorbraak willen vinden in het betaalde voetbal. Wat gaat het verschil maken voor deze jongens, denk jij? Je hebt het zelf ook meegemaakt. Kwaliteit is het belangrijkste wat er is. Is alles? Ja, nee, zeker niet alles. Maar nou ja, goed, kwaliteit is natuurlijk een heel breed begrip. Dus ook je instelling is eigenlijk ook een onderdeel van kwaliteit. Maar ja, je moet het waarmaken. Je moet laten zien dat je goed genoeg bent. Ja, en af en toe, natuurlijk heeft het ook een beetje te maken met geluk. Hè? Op de juiste momenten kunnen pieken. Ja. Maar als je goed kunt inschatten waar je kwaliteiten liggen, hoe goed je bent. Hè, dat is best moeilijk voor spelers. En dan is het vooral het maximaal haalbare nastreven en er alles voor doen. En dat is denk ik heel belangrijk. En dan zie je wel een beetje wat jouw plafond is. Ja. Je bent natuurlijk ook jeugdtrainer geweest bij ADO, bij Ajax. Wat was jouw specialisme daar? Waar hield je je mee bezig? Wat ik het leukste vind is natuurlijk met voetbal bezig te zijn. Maar er zijn natuurlijk andere facetten, zeker als jeugdtrainer, waar je in de ontwikkeling van spelers ook wel mee bezig moet houden. Maar het voetbalgedeelte vond ik altijd verreweg het leukste, ja. Ja, het zonnetje komt er langzaam door. Hopelijk aankomende... Oh, nu weer schaduw. Hopelijk aankomende zaterdag ook. Utrecht gaat zaterdag op bezoek bij NEC. Ja. Denk je dat er een mooi vervolg wordt gegeven aan die 3 punten bij Heracles? Als je kijkt, het gaat ook het inschatten van de kwaliteit binnen een ploeg. En dan de trainer die er op dat moment voor staat, of de staf die daarmee werkt, om er het maximale uit te halen. En ik denk dat moet natuurlijk ook wel even kunnen groeien. Dus ik zie ze zomaar winnen daar. Hè. Ze hebben natuurlijk nu vertrouwen, in ieder geval na die overwinning tegen Heracles. Maar als ze daar toevallig 1 punt halen, of heel vervelend misschien verliezen, is het ook niet zo dat ik dan denk, nou dan zijn we weer terug bij af. Nee, snap ik. Er is ook 1 duel in Nijmegen. Daar was jij toch wel de held van de FC. Dat was vlak voor tijd, maar wonnen we die wedstrijd ook met 2-1. Ja, 2-1. Echt de allerlaatste seconde volgens mij. Volgens mij, hij wilde al affluiten toen ik hem er net intikte. Ja. Ja, dat was een mooie en ook volgens mij belangrijke 3 punten. Ja. 100%. Wedstrijd waarin Simon Tjommer ook scoort. Dus, ja. Ja, daar ga ik het binnenkort wel even met hem over hebben. Maar dan kan je mee over sparren natuurlijk. Precies, ja. Collega van je. Dus, ja. Maguire heb je ook nog meegespeeld. Ja. Dat was de man van de assist trouwens. Is dat zo? Nee, nou, het is goed dat je dat zegt, maar dat zijn van die dingen. Hè? Heb je niet meer helder op het net? Nee, dat heb ik niet. Die moet ik dan nog een keer terugkijken. Maar nou ja, wel leuk natuurlijk. Ja. Ja, weet je... Je moet me niet naar alle spelers vragen, want de 5,5 seizoen, er verandert nogal eens wat. Als ik ze allemaal zou moeten gaan opnoemen met wie ik hier heb gespeeld, dan zijn we echt nog wel even bezig. Ja, en al die andere clubs ook nog waar je hebt gespeeld. Dat, ja, het zijn er inmiddels echt heel veel, ja. Het is tijd om voor te beschouwen op de wedstrijd van aankomende zaterdag. Wanneer FC Utrecht om 6:15, zogezegd, op bezoek gaat bij NEC. Wedstrijd in de Goffert. Wedstrijd waar FC Utrecht op zoek gaat naar die tweede 3 punter van het seizoen. NEC heeft sowieso met Rogier altijd een stabiele ploeg. Ze begonnen niet zo lekker tegen Excelsior thuis. Net PSV achter een goede ploeg, dus die kun je ook verliezen. Dus ze zullen sowieso gretig zijn in de Goffert. Als het publiek erachter gaat staan, dan is dat gewoon, kan dat echt een extra wapen zijn. Dus daar moeten we ready voor zijn. Ik heb al wat berichtjes gehad toevallig gisteren, dus het is alleen maar leuk toch. Ik heb daar denk ik 115 wedstrijden gespeeld of zo voor NEC. Dus het is voor mij alleen maar een mooi moment waar ik van kan genieten. Soufiane El Karouani kent de Goffert op zijn duimpje. Van 2017 tot afgelopen zomer speelde hij in Nijmegen. Inmiddels zit hij op zijn plek bij FC Utrecht. De linkervleugelverdediger miste dit seizoen nog geen minuut. Je bent je dreven aan het opzoeken en met je medespelers op zoek naar wat het beste is voor jullie. En ja, dat gaat beetje bij beetje steeds beter en beter. Je hebt ook wel de energie om naar voren te komen en dan ook snel weer terug te schakelen. Hè? Dat zit wel in jou. Ja, dat is pittig hoor. Dat is echt wel pittig. Het is soms wel even van bijkomen, maar... Ja, je moet aanvallende meters maken en verdedigende meters. Ik ben natuurlijk verdediger, dus dat is mijn eerste taak. Als ik mee wil aanvallen, moet ik net zo goed weer mee terugrennen. Ook voor Ole Romani is NEC bekend terrein. De aanvaller speelde 77 duels voor de Nijmegenaren en scoorde daarin 12 keer. Tegen Heracles kreeg hij van de nieuwe trainer Ron Jans meteen een basisplaats. En dat vertrouwen betaalde zich binnen 5 minuten uit. Dat lijkt misschien makkelijk zo'n bal, maar dat kan best nog best taai zijn. Omdat die bal, die stuit, het heeft wat effect. Dan moet je eigenlijk gewoon tegenaan lopen en een beetje drukken. Je zag het aankomen, hè, die paas van Seuntjes. Want het was een sprintje van een meter of 20, 25 naar die 16 toe. Ja, hij kwam best hard. Het was echt een wereldbal van Mas. Dus nee, ja, heerlijk om zo die pot te beginnen natuurlijk. En dan is de wedstrijd inderdaad gespeeld. En wint FC Utrecht. En is het eindelijk van de nul af. We moeten ook niet nu te hard van stapel lopen nu we 1 keer hebben gewonnen. Die focus blijven houden, hongerig blijven, gretig blijven en meer punten binnenhalen. Als Utrecht zijnde is dat ook logisch dat je voor de winst gaat tegen dit soort tegenstanders. En eigenlijk tegen iedereen. Je gaat gewoon altijd voor de winst als je bij Utrecht speelt. Dus
ja, wie er nou tegen ons speelt, wij gaan gewoon zorgen dat we die drie punten binnen meer Utrecht nemen. We zijn gewoon dingen aan het proberen wat de trainer wil. En dat kost ook gewoon tijd om... daarom is het een training, om het te oefenen, toch? En in de wedstrijd moet het er gewoon uitkomen. En ik denk dat dat allemaal voor ons goed wordt voorbereid. En het is voor ons om het uit te voeren. Ze jagen op de 1-2 en die komt er ook. Via Romani. Ja, ik heb daar zo lang gespeeld. Dus je kent alles binnen en buiten, de hele stadion. Alleen die uitkleedkamer niet echt goed. Het is nu volgens mij 2,5 jaar geleden. Ik heb gewoon zin om daar te spelen. Het is gewoon leuk om daar te komen. Veel familie, vrienden komen kijken. Dus nee, hartstikke leuk. Jij kent NEC zo goed dat Ron Jans wel even met jou gaat praten, toch? Dat weet ik niet. Dat is aan het trainen. Ik denk dat hij wel goed op de hoogte is van hoe wel wat. Utrecht op bezoek bij NEC in de zesde speelronde van de Eredivisie. De wedstrijd die zogezegd om 6:15 zal beginnen. Cedric, jij dank voor je komst. Heel veel succes met je analysewerk. Ja, dankjewel. En wie weet ga je ook nog een keer wedstrijden van FC Utrecht verslaan? Wie weet. Ja, zouden we mooi vinden, joh. Nou, het zou leuk zijn om een keer hier bij Utrecht naast het veld te staan, maar dat zien we dan wel. En tot zover FC Utrecht TV van deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je terug, ook dan op de woensdag. Dan gaan we terugblikken op de partij die FC Utrecht gaat spelen in Nijmegen. En ook toeleven naar het duel, primeurtje kunnen we wel zeggen. De eerste wedstrijd FC Utrecht ooit gaat spelen thuis tegen Almere City in de Eredivisie. Dus heel graag tot dan!